Brand, kom overal voor. Rookmelders kunnen levens redden. Is het nu verplicht om een brandblusser in huis te hebben, zoals bij ons? Als particulier ben je dat niet verplicht. Dat is het verschil tussen particulier en zakelijk. Als je hem hebt, functioneert hij überhaupt wel. Ja. En die rode fles, die brandblusser, meer dan 90% van de branden wordt geblust door zo'n klein blusmiddel. Dus dat het een effectief middel is om een hele hoop leed en ook schade te voorkomen, dat is gewoon bewezen. Alleen, het antwoord op je vraag, nee, als particulier ben je het niet verplicht, nee. En nu de rookmelder, die gaat altijd af als het niet uitkomt natuurlijk. Als die batterij opraakt, dan begint die te piepen. In de nacht natuurlijk. Maar dat is een hele ouderwetse, denk ik, hè? De reden dat hij piept is waarschijnlijk omdat je niet ieder jaar de batterijtje vervangt en hem even schoonmaakt, waarschijnlijk. Ja, precies, dat is ook, dat gebeurt. Ik geef meestal een tip van probeer meestal rond de kerstdagen, hebben we allemaal tijd. Het is ook meestal de tijd dat die storing gaat geven. Haal hem een keer af, maak hem goed schoon en vervang dat batterijtje. Dat voorkomt in ieder geval al een keer een slapeloze nachten. Waar die echt voor bedoeld is, is dus dat mensen op tijd te huis uit kunnen. Dat je of nog dat brandje kunt blussen, of in ieder geval kunt zorgen dat iedereen het huis uit is. Ja. Richard, wij hebben van Jan gehoord, van Fire Prevent. Jij hebt het bedrijf Rupaco. Wat is dat precies? Rupaco maakt rieten daksprenkelers. Voor rieten daken. En in 2015 hebben wij dit bedrijf dus overgenomen en hebben wij aanpassingen gedaan aan het systeem, verbeterd. En het zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor de klant om zo'n rieten daksprinkler aan te schaffen. Er komen vlamsensoren op het dak te staan. Die kunnen, zoals je hier ook ziet, die detecteren de vlam direct. Vervolgens sturen die een waterklep open en starten die een pomp op, waardoor er meteen een hele grote bak met water van het dak afkomt. Dus deze behuizing hebben wij ook zelf gemaakt, waardoor er ook meerdere sensoren in één behuizing kunnen. Ja, we rijden echt het hele land door België, soms nog wel eens een keer naar Duitsland toe. Ja, dit is echt puur water wat we over het dak heen. Dus al die coatings en zo gebruiken wij ook niet. Daardoor blijft het dak ook gewoon veel mooier. En zou je kunnen besparen op het onderhoud van het rieten dak. Ja. Je kunt het ook natuurlijk preventief gebruiken. Je kunt hem handmatig inschakelen. Waardoor je zeg maar gewoon met oud en nieuw of noem maar op. Als er brand is bij de buren bij wijze van spreken. Zou je het systeem gewoon aan kunnen zetten. Waardoor het huis gewoon nat wordt. Ja. Ik vind het fantastisch. Ja, dat is het ook. Jan, maar jullie klantenkring, is dat hier Gelderland of ga je het hele land door? We gaan in principe het hele land door, ja. We zitten wel heel sterk hier in de buurt. Regionaal zijn we heel sterk, denk ik. Maar we zitten het hele land. We doen hier lokaal de kapper, de smid bij wijze van spreken, om in oude term te blijven, maar we zitten ook bij ministeries, van alles, rechtbanken, klopt, ja. Dat maakt het ons werk ook heel leuk. Brand, kom overal voor. Rookmelders kunnen levens redden. Geen excuus meer. Doe ook mee.